weer kijken naar een gloednieuw vlog. Heel mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld. En de stelling die ligt er weer prachtig bij. Het zonnetje kwam er net even door. We hebben net ontbeten. Laten we wel even een paar foto's zien. Nou. Dus de paar foto's. We zijn alweer mensen lekker aan het fietsen. Het waait nog wel behoorlijk, maar dat is altijd natuurlijk als je op een eiland zit. En in dit geval is dat Terschelling. En ja, wij moeten de kamers zo verlaten. Want het is de laatste dag hier in Terschelling. Het is ook wel jammer. Maar hey, er is nog één dag. We gaan nog met de boot. Dat is ook super leuk. Dus het wordt in ieder geval gaan we er toch een leuke dag van maken. We gaan de koffers allemaal even in een bij het hotel. En ik laat nog wat van het hotel allemaal dingen zien en zo. Dus dat komt nu in beeld. Beland bij een of ander vogelcentrum hier. Een zeeaquarium, gewoon allemaal, nou, hele leuke dingen. Hier is een speurtocht. Aan de achterkant zijn ongeveer, nou, het zijn ongeveer, het zijn 7 vragen. Hier allemaal, ja, vogels en zo. Nou, je ziet al veel heel, en dit is ook heel leuk. Is deze niet die? Ja, de vogeltjes aanraken. Dan doe ik deze bijvoorbeeld. Hallo? Ja, maar kijk, daar staat. En dan hoor je geluid. Het is een gebogen snaar. Van de dieren. Ga terug. Kortmeel. Nou, dan hoor je dus de geluiden. Ga terug. Nou, en zo zijn er verder nog allemaal hele leuke dingen. En dan gaan we nu naar de vogel. Moet je nu drukken? Ja, welk vogel is? Dit is een. Ik denk. Mag ik even starten op het snor? Nee. Een merel. Nee. Oh. Ik weet het. Wat? Het is zilvermeel. Nee. Kapmeel. Merel. Geen merel. Kieverdief. Merel. Kapmeel. Merel. Ja, dat moet je weer niet verleiden. Kijk hier, zanger. Dit is denk ik een zanger. Deze vind ik zo mooi. Deze. Of vlinderen. Dat zijn, hoe heet dat? Een kuif of zo? Die ziet er echt. Ja, vind ik ook. Kijk, daar moet je even kijken ja. Wat hij doet. Dat is echt heel raar. Lekker beest. Liggen daar nou allemaal zo? Liggen daar nou allemaal die kieren? Kijk, die hartjes gewoon naar de boven die roggen. Kijk, bunkerparadijs. Hier allemaal bunkers van de Tweede Wereldoorlog. Dan kan je hier een elk plaatje nemen. Ik zie er wel een camera. Ja. Dan kan je hier. Ze is echt enorm, maar volgens mij zijn we een beetje bezig om het avond te renoveren. Ik zit nu in ieder geval heel indrukwekkend. Ben ik dan? Nee, ja, het is man. Ik weet. Hoe is het? Bij mijn hoofd. Hier zo'n gat. Ik kan er net niet omheen kijken. Maar hier zaten ze dus in. En zo knallen, zo toen. Ja. En die Engelse vliegtuigen uit de lucht. Zo, we zitten hier echt nu in een heel donker plekje. Het is echt. Hier kan je ook tussendoor lopen. Kijk eens. Oh.
Dat kan niet. Ik moet de rest van de klas af. Als iemand hem aan kan pakken. Kan iemand hem aanpakken? Ja, dit is ook echt een toren. Dus, maar hier dan moet je echt een baby zijn als je daar doorheen wil. Maar het is in ieder geval echt donker. Dit is ook weer zoiets, hè? Zo'n rondje en wij zullen een vliegtuig zo uit de lucht gaan schieten. Het is hier ook bijna weer mijn hoofd gestoten. Maar hier, dit is wel heel mooi in ieder geval. En een prachtig uitzicht. Bij Cranberry Theehuis. Cranberry huis nog wat. En dan heel lekker taartje. Cranberry, dat hoort. Dat is gewoon echt van te schrijven. En ook een warme chocomel en lekker slagroom. Zo, in de chocomel. En dan allemaal lekker heerlijk. Pun ku tak merasa malu tanpa ada kekasih di hatiku. Bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Karena tak mampu untuk cari kekasih, jomblo happy memang pilihan hati. Biar ku bisa bebas terbang kesana sini. Abonneer gelijk dan even hier beneden en dat zegt voor altijd. Laters.